We staan vandaag in Krooi. Eigenlijk een beetje Laarbeeks grondgebied. Een gebied waar Helmond en Laarbeek samen met het waterschap en veel eigenaren van gronden de afgelopen 2 jaar met elkaar, 3 jaar bijna gesproken hebben over ruilverkaveling. Dat is een woord uit de oudheid eigenlijk. Vroeger hebben we dat heel erg stringent gedaan. Dan probeerden we gronden recht te maken met sloten die recht liepen. En we zijn nu eigenlijk precies omgekeerd bezig op dit moment met datgene wat in het buitengebied plaatsvindt, namelijk meanderen. Dat betekent kronkelen van riviertjes en watertjes en de dieren en de natuur weer de ruimte geven om de toekomst in te gaan. Nou, we hebben met heel veel agrarisch gesproken, met de Stichting Geloop, Hoofd en Liefde in Laarbeek. We hebben het waterschap erbij gehad, Brabants landschap, de provincie. En al die mensen hebben de afgelopen jaren op kaarten gekeken van hoe kunnen we nou gronden ruilen. Recht doen aan ieders grondgebied, recht doen ook aan ieders zeg maar, financiële aspecten. Om te komen tot een perfecte grondruil om de natuur en de goorloop weer ruimte te geven. Dat gaan we vandaag met elkaar vieren. Dat is gelukt voor een groot deel. Er zijn natuurlijk altijd punten die nog beter zouden kunnen, maar dat is ook toekomstig beleid. En we gaan vandaag een eerste pool aanleggen om te laten zien dat grondverkaveling, ruilverkaveling 1 is, maar dat we natuur ook echt een ontwikkeling krijgen. Het is slecht weer, maar ja, de natuur laat zich niet regelen, dat weten we met elkaar. En een mooi stukje natuur in Helmond en Laarbeek komt hier weer in beeld. Uiteindelijk moet ik zeggen dat ondanks alles hè, wat we met elkaar teweeg hebben gebracht, er een mooi project overgenomen is. En dat een compliment is aan u allen die meegedacht hebben om de natuur weer een upgrading te maken. Ik was voor deze bijeenkomst bij een van de grondeigenaren in Helmond. Heeft heel veel agrarische grond. En zei ik heb een enorme betrokkenheid bij boeren en natuur. En wat u moet voorkomen wethouder is dat die buitengebieden alleen maar tot verstening leiden. Want huizen bouwen in de buitengebieden, dat vinden we allemaal heel erg mooi en leuk als je daar gaat wonen. Maar die natuur, die komt steeds meer onder druk te staan. Het goede uit Helmond stroomt nu letterlijk door Laarbeek. Nou, daar zijn we klaar. Heel goed.